Jeff de Killer. Like nu deze video, anders lig ik onder je bed vannacht. Yo, wat up dames en heren. Leuk dat jij weer kijkt naar een gloednieuw Bengalit video. Like deze video in 3 seconden tijd, anders is het grote kans dat Gyarados achter jou aankomt. En hij straks met zijn lichaam om je heen gaat binden. Dat weet je niet, hè, mensen. 3, 2... 1. Heb jij geliked? Kunnen we even de 2000 likes gaan? Het moet een keer lukken, mensen. Ik ben nog steeds op vakantie. Dus YouTube staat een beetje op de achtergrond van mij te branden. Maar zodra we terug zijn, kan ik weer thuisvideo's maken. Maar in ieder geval, er is namelijk wel gebeurd. Er is namelijk weer omgeroepen vandaag. En er is blijkbaar nieuws. Gyarados is gespot. En niet zomaar een Gyarados, maar echt gewoon een hele gevaarlijke Gyarados. En blijkbaar zijn er dus meerdere Gyarados ergens omheen. We hebben die vandaag zeedag, dus we zitten vandaag ook op zee. Dus laten we dat gaan doen. Maar voordat we dat gaan doen, mensen, hier hebben we ook de abonnee van de dag. En die komt dus nu in beeld. Ja, mensen, gefeliciteerd voor de abonnee met de dag. Wil je abonnee van de dag worden? Dat kan. Spam dan in de comments Gyarados. En wie weet wat jij abonnee van de dag. En hier zitten andere 10 mensen die al wat lang geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dus wil je ook tussen deze 10 mensen staan? Dat kan. Zorg ervoor dat je geabonneerd bent op mijn kanaal met de notificatiebelletje aan. Like deze video. En wie weet, kom jij de volgende video hiernaast ook in beeld te staan. En dan even Gyarados. Laten we gaan beginnen met de video. Oké, mensen, we zijn dus aan het lopen naar de bestemming en ik zie ook een kinderwagen staan, maar ik denk niet dat die kinderwagen van Gyarados is. Laten we eerlijk zijn, heb je ooit als een baby Gyarados gezien? Oké, dat was jij nog een beetje carp. Maar dat maakt niet uit. Mensen, wij gaan dus nu naar buiten toe en kijken of we ergens Gyarados kunnen vinden. Ik ben heel erg benieuwd, maar ik heb het idee dat ze nu al buiten circuleren zijn. Misschien zijn ze rustig, maar hij is wel duidelijk gespot. Ja, mensen zaten echt net heel de tijd omheen. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar ze zaten echt te kijken naar die Gyarados alsof het gewoon de dood in de ogen staat. Kan jij het je voorstellen? Ik niet. En we moeten eerst even met de lift mee, dus we moeten zo naar boven toe. Ik weet niet welke van de 5 liften hier aankomt, maar het is één van deze 5 liften. Dit zou het ook kunnen zijn. Maar ja, we gaan het zien. Welke is eerst? Maar ik denk dat deze als eerste aankomt. En ondertussen zijn we naar buiten aan het lopen en kijken of Gyarados hier ergens gespot is. Maar zo te zien is er nu een feestje gaan, dus laten we dat eens even gaan filmen, want dat is geen Gyarados. Oké, dit is blijkbaar een stretchoefening. En niet echt iets wat ik zou denken van, oké, dit is heel eng. Het zal heel lekker een feestje maken zijn, gaan we lekker naar boven toe van, ja, oké, echt een leuk feest en alles, maar moet niet vergeten dat het nog leeft, hè? Oké, dat was dus gewoon heel erg duidelijk muziek. Maar we zijn dus nu aan het lopen naar het volgende stukje. En niet te vergeten is dat we daarboven dus ook in glijbaan staan. LMAO, ik was net aan het filmen en de meneer kent me dus heel raar aan als het vloggen niet normaal is. En ja, oké, het is inderdaad niet normaal. Tussen haakjes. Maar mensen, hier is ook een waterglijbaan. Ik denk niet dat Gyarados hier inpast. Oké, dat is goed, dat zie ik hem nu. Oh my god, guys, dit is niet serieus. Daar is Gyarados gewoon. Oh my god, wat doet hij daar in de zee? Hij is een cirkel of waar. Oké, dat was dus best wel scary. Ik zag dus Gyarados, maar in ieder geval, hij was wel rustig. Want ja, het was gewoon volle bankmuziek, het was gewoon feest. Dus ik denk niet dat mensen nou echt onder de indruk zijn. Misschien is het vaker dan Gyarados aan het doen. Maar we moeten goed blijven zoeken en straks komt het wel tegen. En dan zijn we nu aangekomen bij de Game Hall voordat we verder gaan zoeken. Dus laten we eerst even spellen gaan spelen. En dit is Sonic the Hedgehog. Geen idee precies wat het doet, maar het ziet er wel leuk uit. Dus ja, hier heb je dus een game en je hebt ook een bonuswiel. Dus ik ben heel benieuwd wat hier uit gaat komen. I can say one thing, let's try it out. Oké, dus als het goed is moet je je passie ergens tegenaan houden, dus hier. Oké, de laan de golven, have fun. Oké, hoe werkt dit? Dus hier zie je nou een bal gaan. Wat gaat er nu gebeuren dan? Ik heb geen idee, maar moet het ergens drukken of zo? Oeh, en? Hij gaat dus nu ergens droppen. Oké, en? Waar komt hij uit? Is het wat? Is het wat? Is het wat? Hoeveel punten hebben we? En? Oké, waar komt hij op uit? Hij gaat draaien. Oké, dus tickets. We hebben dus 30 tickets gewonnen. Alright. Leuk. Dus dit is het dat Sonic automaatje werkt. En dit kost 3 euro voor een keer spelen. No way. Nou, in ieder geval, we gaan wel iets spelen natuurlijk. Nou, in ieder geval, alle tickets komen eruit. En dan gaan we nu door naar het volgende automaat. En dat is de Seaball. Ik ben benieuwd. Wat is de Seaball? En bij deze, hoeveel tickets kun je namelijk winnen? Oké, je kunt 1000 tickets winnen. Laten we voor die 1000 gaan. Ook bij deze, we houden er weer tegenaan. En doet hij het? Volgens mij doet hij het, hè? Werkt dit? Hoezo doet hij niks? Misschien dat die andere het doet. Ik heb geen idee. Nee, die doet het wel. Oké, dan komen nu 3 ballen uit. En het is de bedoeling dat we die ballen daarin gooien. Dus laten we dat gaan doen. Oké, alright. Oké, nou, die komt dus niet heel goed uit. Oké, nog een keer. En? Oeh, hij kwam wel close. We moeten proberen echt een beetje groter te gooien. Oké, nog een keer, right. Oké, we hebben in ieder geval 1000. Oké, dat is niet slecht. Oké, nog een keer. Oeh, bijna 10.000. Oh no, dit was gewoon keihard mis. Oké, nog een keer. Aight. Oké, iets rustiger. Oké, nog een keer. Oké, 1000. Het is iets beter, iets dan niets, toch? En mis. Dit was echt pech hebben. Het wil mij ook gewoon niet lukken. En dan hebben we nu het volgende automaat en dat is de ticketmachine. Jawel, laten we het even doen. Dus let's go. 3, 2, 1. Go. Oké, waar gaat hij uitkomen? Ik ben benieuwd en? Magertjes. 5, oké, leuk. Dat was niet zo heel goed. Maar goed, nog één keer. Oké, 3, 2, 1. Oké, wat gaat hij doen? Ik ben benieuwd, wat gaat er op uitkomen? En we komen uit op... Oh, dit kwam zo close bij de 4500 tickets. Laten we de tickets gaan inwisselen en kijken wat de resultaten zijn. Oké, go.
Ready. Oké, 185. Oké, dus hier dan. Net een trombone. En hierop is duidelijk dat we 185 tickets hebben gewonnen. En nu de echte vraag. Wat kun je voor 185 tickets kopen? Ik ben niet best wel veel geld kwijt. Oké, het was al moeilijk met één hand filmen en één hand spelen om het goed op beeld te krijgen. Waardoor ik ook wat minder goed speelde. Maar goed, het maakt niet uit. We gaan kijken wat we hebben gewonnen. Nou, het is helemaal niet zo speciaal. Je krijgt er letterlijk een sleutelhanger van Cars voor. Ik spaar het op en misschien dat ik nog even in privé tijd nog even verder ga. Eén ding, dit was wel pokken duur. Eerlijk gezegd, €3 voor één keer spelen. Nou, dat is wel echt elitaire prijzen. Dus ik denk dat het Nederland wel een stuk goedkoper is om een keer te spelen. Maar goed, het is niet anders. Oh, als je me nou mensen, ik heb toch iemand gevonden? Ja, eerlijk gezegd, ik ben natuurlijk al een lange tijd op zoek naar een vrouw. En ik heb bij deze even iets moeten onthullen. Ik heb eindelijk een vrouw gevonden. Of ja, vrouw, vriendin. Mensen, ik had het jullie laten zien. Iedereen dacht altijd maar Dally heeft een relatie met Kaylee Moon Kitty. Oké, Kaylee is een hele knappe dame, maar ik heb er geen relatie mee. We zijn gewoon goede vrienden. Weet je, je kunt ook gewoon een hele knappe vriendin hebben als leuke vriendschap. Meer niet. Je hoeft niet altijd als iemand heel knap is om gelijk een relatie te hebben. Kunnen het wensen, maar nee, voor mij is vriendschap ook fijn. Maar goed, mensen, nu komt het moment van de waarheid. Hier, kijk dan. Dit is mensen, dit is Pepsi. Dit is Pepsi, ja, mijn nieuwe vriendin. Vind je haar niet knap? Kijk dan, ik vind het wel. Maar blijkbaar heeft Pepsi dus een hele dominante vriend. En die was er niet zo blij mee dat ik met haar ging. Dit is Bob, en Bob is jaloers. Die is niet blij dat ik hiermee omga. Hé, Bob? Oké, kijk, Bob wil het zelfs niet meer met mij over hebben. Zo boos is die. Maar goed, we hebben betere dingen te doen. Laat ik even hier naar boven gaan en even het aquapark op een andere manier laten zien. Maar ik bedoel dat de video's op een hogere kwaliteit zijn, op 60 fps. Maar door de internetverbinding, die niet zo heel snel is, heb ik besloten om op 30 te uploaden. Dus vandaar de frames wat lager zijn, maar dat is niet anders. Maar mensen, nu het moment van de waarheid, want hier is het waterpark. En die is nu, zoals jullie kunnen zien, gesloten. Maar laten we wel even doorheen lopen. Dus dit is de Arizona. En ja, ik ben natuurlijk al een paar keer met de glijbaan geweest. Het zijn leuke glijbanen, though. Dat sowieso. Iets wat Gyarados niet inpast, maar kijk hoeveel glijbanen. Kijk, nu kun je het een beetje beter zien. Dit zijn dus een glijbaan en hier heb je dus twee. En hier heb je natuurlijk, ja, hoe noem je dat, zo'n trechterding of zo? Op een tol, ik weet niet, hoe noem je deze eigenlijk? Laat even achter de comments. En hier heb ik zo'n kinderglijbaantje. Maar eerlijk, als je zo'n overview doet, ziet het er nice uit, toch? En hier is dan het klimpark. Oh jawel, hier kun je dus lekker klimmen, klauteren, doe maar gek. En even een mooie overview te geven, dit is het hele park. Maar mensen, de zon begint al langzaam onder te gaan. En volgens mij is Gyarados al een klein beetje kwaad aan het worden. Het schip beweegt nog wel behoorlijk. Zoals ik zelf wel een beetje kan zien. Maar ik zie Gyarados al nu al te ver. Hij komt steeds dichterbij, lijkt het wel. In ieder geval, hij komt wel onze kant op. We moeten voorzichtig zijn voor de boemer, maar als het goed is, komt hij s'avonds pas actief. Dus ik ga naar binnen toe. En ja, op zich, ik heb een leuke tijd in de game al gehad. Toch even iets van het schip kunnen laten zien, maar mensen, ik kan nu even naar binnen. Dus ik zie je zo meteen weer. Oké, mensen, ik wil eigenlijk net al gaan slapen. Maar net voordat ik kon slapen, had ik er weer een berichtje gehad van Ash Ketchum. Ash Ketchum zei tegen mij, Dally, het loopt echt uit de hand nu. Kom naar het dek. Ik kreeg van Ash te horen dat ik naar het dek moest komen. Ik weet niet waarom. Dus ik zei zo tegen Ash, hoe bedoel je? Ik heb nergens last van. Nee, ik heb nergens last van Ash. Toen zei Ash tegen mij, nou, het is wel duidelijk dat hij wat aan de hand is, hoor, vriend. Maar wat is er dan weer aan de hand? Even serieus. Ik wil net gaan slapen. Die Gyarados bleef wel op veilige afstand. En ja, weet je, misschien moet ik toch maar even gaan kijken. Want ik heb niks gevoeld, niks gemerkt. Ik zei ook toch tegen hem van, ik wil net gaan slapen. Waarop hij zo tegen mij zei, daar is geen tijd voor. Je moet ons helpen. We kunnen het niet alleen. Oh, ik denk dat ik weer aan mijn bed moet gaan komen. Want ik wil net gaan liggen. Toch even een mysterie moeten oplossen voordat ik mag gaan slapen. Man, kan ik niet even rust pakken of wat? Of Gyarados zei hij straks weer aan mijn schip. En ik voor wat allemaal. En toen zei ik zo tegen hem, kan je geen passagiers vragen of zo? Er zijn zat passagiers op het schip. 5000 mensen. En waarom uitgekregen ik, weet je wel? Ben ik altijd uitverkoren of wat ben ik? Ik weet het niet. Dus ja, uiteindelijk zei ze tegen mij, die poepen hun broek vol. Wil je zinken of wat? Kom. Oké, inderdaad. Oké, dat moet ik echt wel even gelijk geven. Ik wil niet gaan zinken. Dus ik denk dat het goed idee is om naar het dek te komen. Ik weet niet of ik echt tegen ga komen. Maar in ieder geval, ik zei tegen hem, oké, ik kom al. En mensen, wij gaan naar het dek toe. En hopelijk kunnen we dit grote mysterie oplossen. Oké, mensen, we zijn dus nu naar het schip aan het lopen. En hopelijk komt alles goed. En ja, ik zeg je eerlijk, ik heb wel wat spanningen. En wow, joh. Oké, het schip begint al gewoon te bewegen. Maat. Oh mijn god. Ja, dit moet wel goed komen. Ik denk dat inderdaad een Gyarados het niet aanviel. Maar ja, alle spullen blijven wel op zijn plek staan. Alsof alles gewoon vastgenaamd is aan de grond. Maar in ieder geval, we gaan naar buiten toe. Let's go. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, moet ik heel eerlijk toegeven. Want het is natuurlijk ook helemaal niet niks, hè, wat ik ga doen. Ik bedoel, je weet waar ik op af ga. Gyarados. Dat is een grote Pokémon, bro. Oké, en we wachten op de lift tot we naar boven kunnen. Maar welke is als eerste, denken jullie? Ik weet het niet. Oké. We hebben het opgedrukt. En ja, welke snelste is, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, maar dat gaan we wel zien. Uiteindelijk is het die. Oké, mensen, buiten het schip moeten we dat zijn, hè? Er lopen wel mensen, dus het lijkt me heel onwaarschijnlijk. Oké, mensen, we zijn dus nu aan het lopen in de zachte wind. En eerlijk, het weer is wel heel fijn. Want ja, het is gewoon lekker zachte weer. Ja, het lijkt nog heel rustig, maar misschien moet ik niet te vroeg juichen voordat de voorkant of achterkant van het schip iets heftiger is. Maar ik weet niet of die muziek nu ook zo hard staat. Dat durf ik natuurlijk niet te zeggen, maar daar komen we op één manier achter. Oké, mensen, we zijn hier bij het dek van het schip, maar het zou hier zomaar mis kunnen gaan. Ik weet niet wat hier kan gebeuren, maar één ding, ik zie het wel heel erg tegenop. En oh my god, dit is Gyarados? Wat doet hij daar zo? No freaking way. Oh my god, ik hoop dat hij weggaat hier. Please, Gyarados, ga weg. En, oké.
heb hem wel gezien, maar hij deed niks. Mag Gyarados mij of zo? Ik hoop het, want hij ging ineens weg. Dat vond ik een beetje apart, maar ja, eerlijk dat ik hem zag, vond ik wat minder leuk. Oké, we zitten dus nu op het schip. Ik weet niet wat er kan gebeuren, maar één ding. Ik heb het idee dat hij zo komt, hè. En oh my god, daar is hij weer. Gyarados, no freaking way. Oh my god, nee, volgens mij gaat de hyperstraal doen. Oké, tijd om te rennen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Volgens mij gaat de hyperstraal doen. No way. Oké, mensen, we zijn maar snel ontlopen dat Gyarados echt een hyperstraal doet. En dat lijkt me niet zo'n goed idee. Maar ja, we zijn dus weg aan het rennen en ik ben kapot bang. Volgens mij gaat de hyperstraal doen. Damn it. Oké, mensen, nu is Gyarados hier weer. En oké, er gebeurt nog niet heel veel. Maar ja, je weet maar nooit.